Een hele goede dag, lieve vriendjes en vriendinnetjes. Daar ben ik weer met een nieuwe video. En voor als je nieuw bent, vergeet niet te abonneren en doe een blauw duimpje omhoog. Vandaag ga ik naar een festival, alweer. Ik ga vandaag naar een festival genaamd Milkshake. Ik heb een weekender, dus ik ga zaterdag en zondag. Het is vandaag namelijk zaterdag. Het heeft vannacht een beetje geregend, maar dat is helemaal niet erg. Want de afgelopen 2 dagen is het 37 graden geweest in Nederland. En dat is echt een soort van wereldwonder. Dus echt de halve wereld is gewoon uitgedroogd en uitgestorven. Heel ghetto ziet dit eruit. Where the fuck is dit? Een vriend van me had net een foto naar me gestuurd dat hij in Griekenland is. En ik vertrek 4 augustus ook naar Griekenland, dus het is super leuk en echt zie je dat het daar echt mooi is. Dus ik ben benieuwd, alleen zit hij heel erg op tegen het vliegen. Maar het maakt niet uit, als ik daar ben, ben ik het vliegen al vergeten. Ik ben bijna klaar, ik moet alleen nog even lenzen in doen. Ik moet even van die 1 dag lenzen halen, want mijn ogen beginnen een beetje te ontsteken. En dat is super kut, vooral als je lenzen wil dragen. Ik hoop dat Sam even opschiet, want Sam moest nog even een helm halen van haar scooter, want ze had er maar eentje mee en ik moet achterop. En we hebben vorige keer een boete gekregen omdat ik zonder helm achterop zat. En die boete is echt niet fijn. Maar ja, ik heb tot september om die boete te betalen. Dus ga gewoon altijd achterop met een helm als je verplicht bent om een helm te dragen achterop de scooter. Ik heb ervan geleerd, eerlijk gezegd. Van die boete kon ik echt leuke dingen halen eigenlijk. Mijn broer en mijn moeder. Lukt het niet? Nee, ik haat dat. Als het stikkertje er nog op zit. Kom eens hier, moeder. Ik Lekker een mooie schoonmaak zweet. Ja, lekker. Kijk hoe je in de camera kijkt. Ik ben gewoon zwoel. Nu herkennen ze een beetje winderig, maar dat is super lekker. De zon schijnt een beetje. We zitten hier in een beetje een soort van parkje. In de Oekoe. En daar zijn we nu een beetje ons drankjes aan het opdrinken en dan gaan we zo naar een milkshake. En wat ook nog super fijn is dat ik gewoon 10 minuten of zo hier vandaan woon. Dus het is super lekker. We waren er echt snel op de scooter, dus hadden we nog tijd zat. Het is nu 3:15 ongeveer, dus we gaan zo naar daar lopen. Het feest was om 11:00 begonnen, maar ik ben nooit op tijd op een feest, want dan ben je daar echt zo van... Ja. Dan ben je daar zo van, het is 11:00 en... Nee, je gaat niet als eerste op een feest zijn. Ja, ik ben altijd laat, omdat ik hou er niet van om als eerste op een feest te zijn. Nee, je bent gewoon altijd laat omdat je niet uit je bed kan komen. En omdat je... Ik had het lang niet om jezelf klaar te maken. Valt ook wel weer mee. Ik ga nog even wachten. Oh, brandalarm. Oh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I'm walking with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. Nu meteen, nu, baby, nu. Nu we niet in contact zitten. In mijn handen,
Misschien koop ik wel jouw lijf. Ik wil geen honing met rijst. Heel mijn champagne met ijs. Ik heb wel geen losse mix. Maar de flex ik op je bitch. Al die jongens op mijn lip. Shit. Kan niet haten, ik ben rich. Nou, mensen, echt dramatisch nieuws. Sorry, ik zie er ook echt uit als een soort van halfgare clown. Jullie denken van, hoezo Himano ben je niet meer op het festival? Nou, dat komt omdat mijn batterij leeg was. En ik dacht dat ik mijn batterij had opgeladen. Terwijl ik dacht dat ik het echt in de oplader had gezet. Maar ik heb het denk ik verkeerd in de oplader gezet, waardoor dit dus niet is gaan laden. Ik ga even douchen, want dit kan namelijk niet meer. Echt, de helft van mijn haar zit nog vast. En ik moet vandaag mijn krullen doen. Dat is me namelijk heel veel gevraagd door mensen of ik gewoon met mijn krullen wil komen. Dus dat gaan we dan maar even doen. Ik ga nu even douchen. Het is 11 uur nu. Dus ik ga even douchen en me klaarmaken. En dan ben ik straks weer helemaal on fleek. Nou jongens, die helm doet niet zo goed op mijn kop omdat mijn haar los zit. En ja, ik zit er gewoon uit als een soort van ramdebiel. Ja, en Sam is het al gewend. Super dom. Sam heeft dus haar scooter ingeruild. Ze heeft haar Vespa weggedaan voor een scooter met helm. Like, wie doet dat? Ik zou dat nooit, never, nooit, never, nooit, nooit, nooit doen. Gaat die ook een ander? Ja, en dan die andere. Let me take the night I love real easy. And I know that you still wanna see me. On the Sunday morning music real loud. Let me love you while the moon is still out. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Okay.
if you can reach me, you can feel my burning flame. Feel the kind of feeling you see. Well, I just might take you home with me. The minute I feel your energy, the vibe is just taking over me. I start feeling so crazy, babe, baby. I feel the funk coming over me. I don't know what's gotten into me. The rhythm got me feeling so crazy, babe. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all the girls. Goedenavond mensen van het goede leven. Ik ben thuis. Ik heb echt twee superleuke avonden gehad. Superleuke twee dagen gehad. En ik heb het echt naar mijn zin gehad. Ik heb het superleuk gehad. En het is gewoon niet te beschrijven. Echt, mijn kleren zijn echt helemaal vies. Het is gewoon niet meer wit. Het is gewoon echt gewoon vies grauwig. Mijn wekker, even kijken. Het is nu 12:45 in de nacht. En mijn ouders zijn niet thuis. Wat ik heel apart vind. Want mijn ouders echt altijd thuis zijn in de avond. Dus ik ging mijn moeder net bellen. Maar ze neemt niet op. Dus ik maak me een beetje zorgen om mijn moeder waar ze is. Maar ze is vast wel met mijn stiefvader. Dus eigenlijk gewoon ja, met mijn vader. En met mijn broertje. Dus ik denk dat het wel oké is. En het is nu 12:45. Mijn wekker gaat om 5:00 in de ochtend. Die van Sam ook. We moeten allebei de winkel openen met z'n tweeën. Dus het wordt een pittige morgenochtend morgen. Wat heftig dit. Ja, maar ik ga even snel douchen. Dus ik lig ongeveer pas 1:30 in mijn bed. En dan heb ik nog maar echt 2 uurtjes om te slapen, 3 uurtjes om te slapen. Dus ik ga even mij opfrissen, even lekker douchen, even mezelf schoonmaken. En dan ga ik lekker slapen. Ik heb het super leuk gehad met de mensen met wie ik was vandaag. Ja, ik hoop dat er ook leuke beelden bij zitten. Want daar let ik eigenlijk ergens nog nooit op of er echt leuke beelden bij zitten. Dat doe ik echt pas met het editen. Omdat ik zeg maar zo aan het genieten ben van mijn dag. En waar ik mee bezig ben en wat ik aan het doen ben. En dat soort dingen. Dus ik ga even lekker douchen. Ik ga slapen. En ik hoop dat jullie dit allemaal leuk vonden. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Like en comment. Doe het gewoon. En abonneer. Vergeet vooral niet te abonneren. En misschien, nou niet eens misschien, ik zie jullie sowieso volgend jaar op Milkshake. Wat ik ook heel leuk vond is dat mensen mij herkenden van mijn vlog van vorig jaar. Mijn 2 vlogs van vorig jaar van Milkshake. Dat vind ik super leuk. Dus thanks voor de mensen die me supporten. En ik ga lekker slapen. Ik zie jullie de volgende keer weer. On the beat.